Beste Nispenaar, oftewel Apelanders, wij zijn hier vanavond bijeen. Althans, wij komen bijeen voor de installatie van de nieuwe hoogheden, de leutaanvoerders voor carnaval 2021 in Apeland. We zijn genoodzaakt om deze opname te doen in verband met de coronamaatregelen. Maar wij laten ons niet kisten, wij gaan gewoon door met carnaval, alleen op een aangepaste wijze. Vanavond gaan wij de installatie doen van de nieuwe leutaanvoerders, de nieuwe hoogheden. Want een aantal leden hebben eind dit jaar besloten om te stoppen met Stichting Carnaval Nispe. Wij willen alvast die mensen die gestopt zijn hartelijk bedanken voor hun bijdrage voor het carnaval in Nispe. En na het stoppen van deze leden zaten wij natuurlijk met een uitdaging van wie gaat ons helpen. Gelukkig hebben we 6 jonge mannen gevonden met de carnavalschenen op het goede plek, met een grote leuthart. En een van die mensen, die was Prins Carnaval hier in Nispe. En die ga ik aan u voorstellen. Deze steek en deze scepter, die worden straks gedragen door de nieuwe prins. En hier is je dan, je nieuwe Prins Carnaval van Nispe. Ik ga hem installeren, hij krijgt nu eerst een steek op. En natuurlijk een nieuwe scepter, die bij deze nieuwe prins hoort. En hier staat je dan, jullie nieuwe Prins Carnaval Nispe. Nico Lodewijks, maar ja, hoe heet je nou als prins? Wat is jouw prinsennaam? Prins Nicotino de Eerste. Yay! Beste apen en apinnekes, zoals jullie net gehoord hebben, word ik jullie nieuwe prins. Ik kan er niet alleen, ik heb een aantal secondanten. Als eerste wil ik jullie voorstellen aan een nar. Het is niet voor het eerste keer, het is een bekend gezicht. Het liefst voor de 11e jaar, als hij het nog steeds wilt, was Theo van Assel. Theo, voor de 11e keer nar. Voor je 11e jaar, wil je mijn nar zijn? Heel graag. En je naam wordt Nar Doris. Het is een bijzonder jaar. Het wordt mijn eerste jaar. Ik heb extra hulp nodig. Dus daarom gaan we een extra secondant erbij roepen. Dus we hebben dit jaar gekozen voor een tweede nar. Dat is Anthony de Jong. Wil jij ook nar zijn? Heel graag. Dat is mooi. Dan ga jij vanaf nu door het leven als Nar Antonio. Hoezo slijm eigenlijk? Om het kwartet compleet te maken, zijn we nog op zoek naar één iemand. Iemand die sterk is, iemand die serieus is. Ik ben nog op zoek naar één grote boer. De grote boer hebben we gevonden. Terrence de Jong staat naast mij. Wil jij mijn grote boer zijn? Ja, wil ik. Dat is mooi. Dan ga je vanaf nu door het leven als grote boer Terry Tino. Met de grote boer is het kwartet compleet. We hebben een nieuwe stichting, we hebben verse mensen, jong bloed. We gaan ons zeker laten zien op allerlei manieren die mogelijk zijn. We weten nog niet in hoeverre dat zal kunnen, maar je gaat ons zeker horen. Want het motto is, hoort hem gaan.